Je maakt alles kapot, Sean. Yo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van De Grote Spelshow. En vandaag is hier mijn co-host Sean. Yes, de spelshow waarbij kinderen tegen hun ouders gaan strijden met spellen van Ravensburger. Precies, we hebben hartstikke leuke spellen en te gekke opdrachten die de ouders moeten gaan uitvoeren aan de hand van de bordspellen. En er zijn twee winnaars, iemand uit het speelveld en iemand van het bordspel. En als er winnaars zijn, zijn er natuurlijk ook verliezers. En de verliezers die gaan onder de... slijmdouche. Onder de slijmdouche. Nou, Sean, ik heb er weer hartstikke veel zin in. Maar er zitten mensen op ons te wachten, dus laten we snel de lounge gaan. Let's go. Heen. We zitten hier lekker op de bank met deze twee toppers. Stel je eens even voor en hoe oud ben je? Ik ben Lynn Guitverop en ik ben 11 jaar. Ik heet Madelon Stop en ik ben 10. Nou, hey Lynn, heb jij een beetje vertrouwen in je moeder? Zeker weten. Ja? En waarom dan? Nou, zij is gewoon heel actief meestal en zij wint bij elk spel ze wat wel. Oh, en jouw moeder, is ze fanatiek? Ja. Ah, het is belangrijk om te winnen natuurlijk, want als je verliest, dan ga je onder de slijm. Dus Sean zou dat ook niet willen. Nee. Maar goed, om te bepalen welk spel wij vandaag gaan spelen, gaan we aan de speelgoedmeneer vragen wat er in de aanbieding is. De speelgoedmeneer, laat me horen. Oké, guys, jullie hebben de keuze uit twee spellen. La Cucaracha, dan ga je samen met de chef ga je kakkerlakken vangen. En in het doolhof ga je mooie voorwerpen en allemaal schatten verzamelen. Hey, welke kiezen jullie? Oké, dat is wel een lastige keuze. Ik vind het lastig. Of La Cucaracha. Ja. En we spelen natuurlijk niet voor niks, want de winnaar gaat naar huis met Sean. Laat maar zien. Kijk eens aan. Wop. Kijk eens eventjes. Een fantastisch spellenpakket van Ravensburger. En ja, dat wil je. Zeker. Toch? Ja. Ja. Nou. Fantastisch. Dus hier spelen voor de winnaar gaat naar huis met dit mooie pakket. Maar goed, we moeten natuurlijk nog wel eerst het spel bepalen. Dus ik ga aftellen en dan mogen jullie schreeuwen welk spel jullie willen spelen. 3, 2, 1... Doolhof! Nou, duidelijk. Zijn we er klaar voor? Ja. Ja. Nou, let's go naar het speelveld dan. Moet je eens even kijken, wat een ballonnen. Wauw. De lichten mogen aan. De lichten mogen aan. En ze zijn aan. Kijk eens. We zijn aangekomen bij het bordspel. Maar voordat we gaan beginnen, gaan we eerst eventjes ruilen. Want het was wel leuk. Blauw bij blauw, rood bij rood. En kijk eens even aan. De moeders. Wat leuk. Maar goed, voordat we gaan beginnen, gaan we even luisteren naar Speelgoed meneer. Want die gaat eventjes haar fijn uitleggen wat de spelregels zijn. Speelgoed meneer. Oké, meiden, let op. Het doolhof bevat 24 voorwerpen en schatten. Ja? Die zie je allemaal op die kaartjes staan. Als jullie een van die voorwerpen of schatten hebben gevonden, moet jouw moeder het ballonnendoolhof in. En dan moet ze binnen 20 seconden de ballon vinden waar het voorwerp of de schat op afstaat gebeeld. Heeft ze binnen 20 seconden gevonden, dan mag ze 3 keer met de pijlenboog op die kleine ballonnetjes schieten. Want in een deel van die ballonnetjes zitten fiches. En degene met de meeste fiches, nou, die heeft gewonnen. Simpel. Nou, duidelijker kan het niet. Ja? Oké, maar voordat we gaan beginnen, gaan we eerst eventjes bepalen wie er mag beginnen. Laten we steen, papier, schaar gaan spelen. Daar gaan we. Steen, papier, schaar. Oeh. Oké. Dan mag jij gaan beginnen. Zijn we er klaar voor? Ja. Let's go. Oh. Oh, er wordt een, dit is, dit is een heel tactische spannend. Set. Dit is een heel spannend. Set. Ja, en dan heb ik die. Oh, dat is 1. Dat is 1. Ja, dus mama blauw mag de ridder gaan zoeken. En je hebt 20 seconden. Tel jij maar af, Sean. Ja. Moeder, klaar? Ja. 3, 2, 1. Let's go. Daar gaan we. We gaan zoeken in dat bos van ballonnen. Kijk goed op de ballonnen. Zit er iets op? Nog 10 seconden. 5, 4... Waar Drie, zijn ze? 2, 1 en stop de tijd. Hebben we de ballon gevonden? Nee, is niks gevonden. Goed, ja, je hebt geen ballon gevonden met de ridder erop. Dus je mag 2 keer Helaas. Alsnog wel proberen te schieten. Heeft u dit wel eens eerder gedaan? Nee. Oké. Daar gaan we. Oeh. Ja. Was dat een pop? Ga eens even kijken, Sean. Want volgens mij viel er iets daar naar beneden, hoor. Iets oranjes. Ja. Ja. Ik heb hier een roze fiche. Nou. Kijk eens aan. Team Blauw heeft 1 fiche alweer. Een roze fiche. Niet normaal.
Oh, er zat geen fiche in. Maar goed, één fiche is ook een fiche. Eén fiche voor Team Blauw. Ah, dat is lekker. Goed gedaan alweer, hoor. Maar als je dus hem goed hebt, dan mag je dus nog een keer, toch? Ja, als zij hem goed heeft, mag ze nog een keer. Ja, dan mag je nog een keer. Oké. Waar ben jij nu? Ik denk dat ik hem gewoon hier neer ga zetten. Dat lukt gewoon lekker. Ik heb nu een paar steentjes heet het verwisseld, hoor. Waar ga je heen? Je gaat naar het gouden schaaltje. Oh, ze heeft er alweer een. Nee joh. Ja. Zo. Ja, ze heeft er alweer een. Nou, dan gaan we lekker bezig. En het is de kever. Dan gaan we voor de kever zoeken. Goed natuurlijk. Goed kijken naar het plaatje. Ja. Deze moet je gaan zoeken. Deze. Sean, kan jij weer aftellen? 3, 2, 1. Yes! Start! Oh, ze gaat voor de andere kant. Heel tactisch om het gebied te pakken dat ze nog niet doorzocht heeft. Al wat gevonden? Nog niks. Nog niks. Oh, oh, oh. 3, 2, 1. Stop de tijd. Dat was hem al. Dat was hem alweer. Hebben we een ballon gevonden daar? Een heleboel ballonnen, maar niet de juiste. Nou, dat zijn dan weer twee pijlen, of niet? Ja, twee pijlen. Ga maar lekker schieten. Kijk eens aan. Oh. Zo. Kijk eens. Ja, ja. Oh. Oh. Scheids. Ja, dit, ja. Hij mag opnieuw. Ja, oh, nee, opnieuw. Ik vind, nee, ik ben het eigenlijk niet mee. Ik ben het ook niet mee. Ik ook niet. Zit je nou te flirten ook? Wel een beetje. Volgens mij wel, hè? Ja. Ik vind dat hij opnieuw mag, hoor. Je liet hem wel los. Ja, je liet hem gaan. Schot is genomen. Is er wel een fiche trouwens? Nou, Vincent, laat mij eens even kijken. Nee, ik zie geen fiche. Sean, kom maar weer terug. Ik kom terug. Geen fiches, helaas. Helaas. Dan gaan wij hier weer verder, meiden. Ja hoor, we hebben er nog één. Nog één van Blauw. Stop de tijd, stop. Er is geen fiche gevallen. Zwarte kat. Here we go. Oh, wat doet hij nou? Sean? Ja? Sean? Ja? Je maakt alles kapot, Sean. Het wordt natuurlijk wel makkelijker zo. Niks aan de hand dus. Dan wordt hij goedgekeurd gewoon. Ja! Zevermin. Oh! Ja! Goed, even een tussenstand. Jij hebt dus nog één fiche. Of nou ja, nog, jij hebt één fiche en jij hebt er nog geen. Maar goed, hoeveel kaartjes heb jij? Zes. Jij hebt 6 kaartjes. En jij hebt er? 5. Jij hebt er 5. Nek aan nek, dus laten we verder gaan. Hij gooit steeds dartpijltjes. Nee, ik doe helemaal niks. Wil je helpen? Je mag helpen. Anders gaan we zoeken. Ja! Hey. Rode vogel! Redbird! Wat? Kijk eens! Huppatee. Nee joh! Ja, rood heeft ook een muntje. Rood heeft ook een fiche. We zijn weer bij de draak. De draak. Dus ze heeft nog maar 2 kaartjes. Mag ik weer helpen? Hoe vaak heb jij nu mee mogen helpen? Ja, ik heb 2 keer meegeholpen. En jij? 1. 1 keer, ja. Zullen we dan doen nog 1 keertje? Ja. 3, 2, 1, start! Wop. Wat zoeken we? De draak. De draak. Ja! Maar helaas, geen fiches, maar... De diamant. Mag het ook een schatkist zijn met diamanten? 2, 1, stop de tijd! Nou, jongens, ik moet heel eerlijk zeggen... Nee joh! Ik heb een fiche gevonden. Het staat 2-2, dus het is heel erg spannend. Want als er nu 1 fiche bij komt, bijvoorbeeld voor jou, dan gaat de verliezer onder de douche. En bij gelijkspel gaat hij. Ja. Bij gelijkspel gaat Sean. Ja. Hand in de lucht voor gelijkspel gaat Sean. Ja. Hallo, wat ben jij aan het doen? Wat is dit nou weer? De hagedis. Stop de tijd! Heb je hem? Nee. Geen fiches. Spin. De spin. Zoek de ballon, de spin. Sorry, ik loop hier ook tussen.
ik zie hem ook niet door. Ja, mama, je hebt de spin. Een heleboel andere dingen. Nou, hier maar drie keer schieten. Drie keer schieten. Als ik nou raak schiet, dan wordt het wel leuk. Kijk eens. Huppatee. Oh, oh, oh. Oeh, spannend. Ik ga toch even, ja. Kijk eens naar links. Ja, sorry Finn, ik zou... Oh. Ik zou het heel graag geen willen viesje geven, maar het viesje, nee. Hier op het bord is het super spannend. We gaan echt richting de finale. Want jij hebt nog maar één kaartje, dus je hoeft nog maar één schat te vinden. En jij hebt twee kaartjes, dus je hoeft nog twee schatten te vinden. Het wordt spannend. Wie gaat er onder de douche? Wordt het Lin of wordt het toch Madelon? Gaat Sjan gewoon onder de douche? Ik ga niet onder de douche, Vincent. Sjan gaat 100% onder de douche. Waar heb ik dat aan verdiend? Aan die ballonnen die je me kapot hebt gemaakt. De kroon. Was dit je laatste kaart? Ja. We hebben een winnaar. Nee, ze heeft de kroon. Applausje voor Lin. Zo, je hebt gewonnen. Ja. Ben je blij? Ja, alleen ik vind het ook wel een beetje zielig. En ja, jij moet helaas onder de douche straks. Maar goed, het valt wel mee en Sjan gaat waarschijnlijk ook met je onder de douche. Er schiet alles mis natuurlijk, dus dan ja, is daarom het nog steeds gelijke fiches. Oké, okay, nou dan gaan we aftellen. De kroon zoeken we. In 3, 2, 1, start! Is dit? Gaat ze hem vinden. Diamant. Nu wordt het echt spannend. Kever. Vijf, vier, drie, twee, één, stop de tijd. Ik heb hem. Oh, huh? Ja, hij zat er nog vast. Waar? Zo, ja. Ja, ja, zat hem nog vast. Ik zag het. Als zij nu nog één fiche vindt, dan betekent dat mama blauw onder de douche gaat. Dit is gevaarlijk. Oh, ik hoor iets vallen. Ik ook. Je zit er nu lekker in, hè? Toch? Echt serieus. Sjan, ga kijken. Is ik ga even kijken. Ja, dit is niet... Het valt niet. Sjan, laat ons niet hangen in spanning. Dat het een viesje is. Dat betekent dat mama blauw onder de douche mag. Oh, nee. En mama rood heeft gewonnen. Mama rood heeft gewonnen. Hey, applaus. Sorry dat mama niet beter schoot. Ah. Sorry dat wij zo goed zijn. Oh. We gaan naar de douche. Yes. We staan bij de slijmdouche. En we hebben natuurlijk een winnaar. En die wint een hartstikke mooi Ravensburger pakket. En we hebben natuurlijk ook een freezer. Maar. Plot twist. Bam. Dit was de allerlaatste aflevering. De Sjan. Wij gaan ook eronder staan. Dus... Ga er maar in. Ga er maar in, Sjan. Oh mijn god, dat is heel erg... Oh. Lekker, hè? Oké, ben je er klaar voor? Nee. In 3, 2, 1... Oh. 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 Oh, lekker, Sjan. Oh, Sjan. Ik vind het zo gezellig met jou hier, Sjan. Het is zo leuk om met jou dit gedaan te hebben. Oh, Sjan. Zo. Dag, dat was dan de slijmdouche. Vond je het nou een leuke serie en een leuke aflevering? Laat het weten in de comments. En wil je nou ook al deze vette Ravensburger spellen spelen? Ga naar je favoriete speelgoedwinkel en haal de spellen in huis. En dan spreek ik jullie later! Joe! Knuffel? Ja, knuffel. Maakt me niet uit. Dat is heel lief.